Banduloria, land van elfen, draken, tovenaars en het gilde van de Gulden Draak. Jongens, orde, 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 orde. Voordat we overgaan tot de introductie van het nieuwe gildelid, moeten we eerst nog even de notulen van vorige week goedkeuren. Kweesten na kweesten doorkruisen deze avonturiers het betoverende landschap van Banduloria. Daar gaan we weer, hoor. Lekker, hè, die energie. Het straalt echt van jullie af. De charismatische leider Teuderik. Brand awareness, marketing. De wijze tovenaar Proculus. Elke keer als iemand een lidwoord zegt, dan moet ik een shotje nemen. De vriendelijke dwerg Dongwald. Je bent gewoon een pleaser. Hè? Alleen maar bezig met of mensen je wel aardig vinden. De legendarische elf Cornolas. Elf? Maar ik ben elf. Elf? Elf! De talentvolle schildknaap Hubrecht. Hallo? Ik kan jullie wel zien, maar ik hoor jullie niet. En Jurgen. Lang verhaal. Zie je nou, het is een management dingetje. Oh, jij krijgt er subsidie voor. Elke week komen deze helden bij elkaar in een herberg. Niet lekker. Wat wil je dat ik vind? Nee, ik vind het lekker. Ik vind het lekker. Geef terug. Alles moet wijken voor het gilde van mijn man. Het gilde van de Gulden Draak. Even kijken hoor, ik zag het gilde van de Gulden Draak. Zo heet jullie toch? Vakka, broeders. Ja, het is weer tijd voor een korte update. Oh ja, deze voor je. Er zijn tovenaars dag en nacht aan de slag. Jonge wizards, wizkids. Waar zie je dit nou? Dit heb ik thuis niet, hoor. Ja, nou ja, feminisme komt een kleine stapje, zeg ik altijd. Het gilde van de Gulden Draak. Ze veroveren, ze trekken ten strijde en ze vergaderen.